En dat is geworden... Ishan! Ik wilde heel graag die gedichtenwedstrijd organiseren samen met Jiske. Omdat ik het echt heel erg leuk vind om op een positieve manier naar kinderen te kijken. En kinderen betrekken bij hun leefomgeving. Kinderen van 9 tot 12 jaar uit Feyenoord konden meedoen aan een dichtwedstrijd met als thema geluk. Uit 73 inzendingen zijn 3 winnaars gekozen die op school worden verrast. En die winnares is Francesca! Het thema was geluk. Wat is geluk voor jou? Liefde en dat iedereen gelukkig is. Nou, het was heel veel gingen over geluk is en wat dan voor een kind in de kinderbeleving is over geluk. En sommigen ja, die hadden het dan over waar zij zelf gelukkig van werden, dus voetballen of met familie. Dus dat kwam wel een beetje voor. En de liefde ook voor Zuid. Op 15 november wordt een zin uit één van de gedichten op de muur van de speeltuin aan het Afrikanerplein geplaatst. De gedichten komen in zijn geheel op een plakkaat op de muur. Als je op straat loopt en je komt onverwacht een hele mooie tekst tegen en je leest het, dan kan je een beetje uit je moment worden gehaald. En het zet je aan het verwonderen. Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen zich bewust zijn van dat zij zelf heel veel invloed hebben op hun geluk. Dus vandaar ook dat deze combinatie, hè, de poëzie, maakt voor mij dat je gelukservaringen kan hebben, een hele mooie is. Ik denk dat je door middel van het dichten, maar sowieso allerlei kunstvormen, veel meer de creativiteit van kinderen aanspoort. En ook kinderen laten zien van ja, dat kan je ook. Weet je? Dus vanuit verschillende kanten een kind bekijken en belichten. Want ik zie wel groep 8 volgens mij. Ja, dit is groep van Cares. We zijn het aan het buitenspelen, ja. Wie kom je verrassen? Ja, ik wil eigenlijk wel de hele groep even. De hele groep hebben. Maar de winnaar vanuit deze groep, van deze 73 gedichten. Er zijn 3 winnaars. Ja, er zijn 3 winnaars, maar er zit er maar 1. Er zit er maar 1 bij jullie in de klas. En dat is geworden... Zaki. Ishan. Waarom heb je meegedaan met de wedstrijd? Dat weet ik niet, maar het moest van de juffrouw. Bij sommige gedichten zag ik ook echt gelijk een beeld voor me. Dat je ook echt dat je denkt, nou, dat is toch knap, weet je. Normaal is het heel plat. En het leuke is dat hij ook gekozen werd door alle juryleden. Dus dit is wel een echte winnaar. Net als de anderen waren ook winnaars. En dan gaan we nu verklappen wie dat is. Nina Zimmerman. We mogen dan ook nu wel verklappen. Een stukje komt op de muur van speeltuinvereniging Afrikanerwijk. Wat vind je daarvan? Ik kan echt niet wachten. Ik vind het zo... Nee, ik heb er echt geen woorden voor. En als je nou zelf een beetje mag gokken, welke zin denk je dat het wordt? Iedereen is mooi, iedereen is krachtig. De tranen van blijdschap neem ik aan. Ja? Kijk, ik ben wel droer, dus de volgende keer tissues mee. Want het was heel bijzonder om te doen. Hier op Rotterdam-Zuid voeren we vaak de verkeerde lijstjes aan. En dit is juist heel mooi om te laten zien wat een kracht en een pracht er in dit gebied zit. Ja, en dan begin je bij de jeugd.